Halleluja! Halleluja! I say roll! Bro! Jordan roll! Jordan roll! I say roll, Jordan Ik ga je wat moois vertellen, ja? Als druïde geef ik mensen wijze raad door middel van parabels en gezegdes. Natuurlijk geïnspireerd door de Heilige Geest. Ik ga je wat moois vertellen. Ja, ben je klaar? Let op. Er is een schaakbord, weet je? Klinkt misschien een beetje cliché, maar het wordt mooi, let op. Dus Jezus, als de witte pion, om het maar even mooi te zeggen, die heeft Satan schaakmat gezet. Dus Jezus, die heeft Satan schaakmat gezet. Gewoon letterlijk, ja? En hij is weggelopen en hij heeft gezegd, het is klaar, het spel is afgelopen, het is volbracht. Dus Jezus, die heeft Satan schaakmat gezet, het is volbracht. Right? Yeah. Dus, vervolgens, nou ja, het schaakbord staat leeg, maar Satan blijft zitten. En hij zet een stap met een van zijn pionnen. En het eerste waarop je reageert is, oh shit, hij zet een stap. Wacht, ik moet de stap, die moet ik te slim af zijn, weet je wel. Dus jij zet een andere stap. En hij zet nog een stap die weer slimmer is. En jij moet weer nadenken, je maakt jezelf weer zo druk. Hij blijft maar komen met aanvallen en het lijkt maar niet te stoppen. En op een bepaald punt kom je er gewoon niet meer uit. En dit is het moment waarop je alleen nog maar kan bedenken, Jezus, Jezus, weet je, wat kan ik doen? Help me. Op dit moment komt Jezus, weet je. En hij staat daar en het enige wat hij doet is wijzen naar zijn koning. Naar de koning van de tegenstander. Weet, die schaakmat staat, in feite. Wow. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is, op het moment dat jij rustig achterover kan zitten en beseft wie je bent, weet je, kun je ook gaan bedenken, hey, het spel is gewonnen. Ik hoef het alleen maar te accepteren. Nice! Dus ja, dit was de wijze les van de Aaron. Nice! En dank u. Dank u.